Goedenavond, beste luisteraars. Vandaag zitten we alweer met een belangrijke gast, namelijk de bondscoach van het mountainbiken, Philip Merage. Goedenavond. Goedenavond, en zoals de traditie wil, gaan wij beginnen met ja en nee vragen. Philip Merage, is Wallonië beter dan Vlaanderen in het mountainbike? Ja. Komt er binnen 5 jaar weer een internationale competitie in Oefalize? Nee. Is dat een goed idee om de renners op de weg te laten rijden? Ja. Heb je in 2018 je record van 27 kilometer op één dag verbeterd? Nee. Is de nederlaag in de verkiezingen al verteegd? Ja. Wij zitten weer dus met onze gasten van vanavond, Philip Merage. Philip Merage, je bent een aparte bondscoach, heb ik gehoord. Jij roept, jij loopt, altijd aanwezig. Iedereen ziet jou op een mountainbike-wedstrijd. Is dat ook zo? Ik zie mijzelf niet als een aparte bondscoach. Ik zie mijzelf als een normale bondscoach, maar het is wel juist dat ik op het parcours rondloop om de renners aan te moedigen. Roepen, dat is eerder aanmoedigen, maar je moet luid roepen, luid aanmoedigen, omdat ze je zouden horen. Maar ik doe veel kilometers en ik probeer ze goed te informeren op zoveel mogelijk plaatsen op het parcours. En daarvoor doe ik zelfs verkenning waar ik kan afsnijden, dat ik weet op koersdag hoe dat ik ze zoveel mogelijk kan zien. En ik probeer dan te staan op zoveel mogelijk plaatsen, maar ook op plaatsen waar er zo weinig mogelijk publiek staat, dan kunnen ze mij horen. Dus het is echt de bedoeling, niet om gewoon gezien te worden als coach, het is de bedoeling dat de renners goed geïnformeerd zijn en dat ze constant kan motiveren. En dus je record is 27 kilometer op één dag? Ja, ik denk dat in Londen was een wedstrijd. We hadden ook wel 4 wedstrijden dan, hè. 4 categorieën die koersen. En dan loop ik van het een naar het andere en mijn record ongeveer 27 kilometer was. Ja. Dus de conditie is oké? Nu niet, omdat we uit de winter komen, maar normaal is de conditie oké. Maar het zijn wel elke keer korte stukken en dan roepen terug een kort stuk. Het is niet 27 kilometer in één. Dus dat kan ik niet. Intervallen? Dat is een interval, ja. Oké. En jouw stijl dus als... Hoe weet je dat? Sorry. Ik heb mezelf geïnformeerd. Ja, blijkbaar, hè? Zeer goed. Ja. Niet veel mensen weten dat. En jouw stijl, dus als bondcoach, dus je rijdt dus altijd op een parcours voor. Is dat belangrijk voor de tactiek? Hoe belangrijk is de tactiek in het mountainbike? Tactiek is belangrijk als je mee kunt doen voor de eerste plaatsen of als je in een groepje zit. Wat voor mij belangrijk is, is dat de renners weten, stel nu als ze in een groepje zitten en ze gaan naar de aankomst, dat ze moeten weten waar op het parcours dat ze moeten aan de leiding komen. Omdat in de mountainbike is het niet zoals op een weg sprint, naast de rechte lijn begint er een sprint en dat is het. In de mountainbike zijn er nog een aantal bochten of een aantal moeilijkheden kort voor de aankomst. En soms moet je al heel vroeg op kop komen, omdat je dan bijna niet meer voorbij kan. En die plaats moet je kennen. Dat is een belangrijke tactiek. Hè. Als je meedoet voor een groepje, kun je eerst van dat groepje zijn. Of als je meedoet voor de overwinning, is daar het moment. En dat moeten de renners leren. En soms proberen we dat gewoon uit. En dan vraag ik aan de renners van waar denk je dat je moet op kop zitten. En we rijden samen op parcours. En dan zeg ik, doe maar. En soms kunnen ze het houden. En soms niet. Maar ze zijn veel beter in conditie dan ik. Want bijvoorbeeld kan het zijn dat ik zeg, ik ga op kop gaan op het moment dat ik denk. Probeer me maar in te halen. En ook als zij met een betere conditie, kunnen ze me toch niet verbijsteren. Dus dat wil zeggen dat je het juiste moment moet uitkiezen. Want je moet enkel maar goed rijden op de stukken waar ze voorbij kunnen. De andere stukken moet je kunnen recupereren. Dan moeten ze weer, dat is tactiek. Mm-hmm. Natuurlijk, je moet eerst mee zijn om tactisch te kunnen rijden. Als je los bent, dan heeft het geen zin. Dan is het gedaan, ja. We gaan een beetje over de Olympische Spelen praten. Dus de vraag is, hoeveel mensen kunnen we daar op sturen? Ik hoop dat we 2 mannen kunnen sturen en 1 vrouw. Het zou natuurlijk een droom zijn mochten we ook 2 vrouwen kunnen sturen, maar die kans is heel, heel, heel klein. Maar 2 mannen, die kans is realistisch. Daarvoor moeten we in de top 7 zijn van de landenranking van de UCI. Waar zaten we? We zitten nu ongeveer 10e. Maar we zitten 300 punten van de 7e, wat dat redelijk veel is. Maar nu in februari doen we 9 koersdagen op 14 dagen tijd.
waar dan we veel punten kunnen sprokkelen. En eigenlijk als alles goed gaat, kunnen we daar ineens rond de 300 punten sprokkelen. Natuurlijk, er gaan daar nog andere landen ook aanwezig zijn die ook punten gaan pakken. Die top 7 plaats is door zeer veel landen gewild. En wie zijn de concurrenten dan? Ik zou moeten kijken op de ranking, ik weet het nu niet van buiten. Ah, ja. Ja, ik zou moeten kijken op de ranking. Maar het is ook omdat het is niet gelijk met de UCI-ranking. Het is een aparte telling. Dus je moet echt op de site gaan kijken van de UCI. Het is echt een Olympische ranking. Ah, ja. Het is niet hetzelfde als de UCI-ranking. De telling loopt anders. Mm-hmm. Dus twee mannen. Ik heb gehoord dat er 4 mannen zijn die kandidaat kunnen zijn. Ja. We zijn momenteel met vier Belgen die denk ik kans maken om te gaan. Die ongeveer hetzelfde niveau zijn als ze goed zijn, die ongeveer hetzelfde niveau kunnen halen. Dat is Jens Schuurmans. Dus momenteel nummer 1 Belg. Ja. Maar daarna zit het heel dicht bij elkaar met Kevin Tonhuizen, met Ruben Scheire en met Pierre de Framont. Pierre de Framont, een beetje uitzonderlijk omdat hij nog belofte is. Mm-hmm. Dus hij zal nu dit jaar nog 1 jaar belofte zijn. En het jaar van de Olympische Spelen wordt hij eerstejaars elite. Maar hij rijdt bij de belofte bij de beste van de wereld. Dus hij rijdt echt wel op niveau. En hij moet geloven dat dat ook mogelijk is voor hem. Mm-hmm. Hij denkt waarschijnlijk zelf dat het zal zijn voor Parijs 2024. Maar hij moet er zelf ook in geloven dat Tokio ook al mogelijk is. Mm-hmm. Over Pierre de Framont gesproken. Ik heb hem gezien op Velofolies. Hij heeft me laten zeggen dat hij op de weg ook wil rijden bij Wallonie-Bruxelles. Ja. Is dat een goede keuze om het mountainbike voor te rijden? Ja, ik denk dat wel. Ik denk dat op de weg leer je veel snelheid. En dat heb je op sommige plaatsen in de mountainbike echt wel nodig. Het is een zeer goede training voor je basisconditie te vergroten. De snelheid, basisconditie, en dat kun je in de mountainbike zeer goed gebruiken. Mm-hmm. Ik heb vroeger zelf altijd die combinatie gedaan en ik was daar goed mee. Niet iedereen is daar goed mee. Dus dat is een beetje een dag van renner tot trainer, maar ik geloof dat dat een goede voorbereiding is. Mm-hmm. Gita heeft ook hetzelfde gedaan. Gita heeft ook hetzelfde, ja. Zelfs heeft 2K meegedaan op de weg zelfs. Ja. Maar het is moeilijk, hè, die combinatie met de kalender. Het seizoen valt samen en de mountainbike kalender, zeker nu voor de Spelen, zit zeer vol. Ah, ja. Zeer druk. Dus als je daar tussenin. Dat is drukker dan de andere seizoenen. Want er soms meer punten moeten gescoord worden nog. Ah, ja. Voor die twee plaatsen dat we willen naar België. Like bijvoorbeeld, nu gaan we in februari al 2 weken naar Griekenland voor 9 koersdagen. En dat deden we vroeger niet. Ah, ja. Maar dus vanaf dan begint het en dan blijft het eigenlijk heel het seizoen druk. Dus als je dan daartussen nog moet wegkoersen doen, dan is het moeilijk. Dan moet je een paar koers laten vallen. Hè. Dan moet je keuzes maken en echt voorbereidingsperiodes zoeken in het seizoen waar je dat kunt inbouwen. Mm-hmm. Bij goede planning kan dat. Bij de vrouwen is het zeer simpel. Het gaat enkel over Gita Mikic, maar komt er iemand na Gita? Ik hoop dat er iemand komt naar Gita. En als er iemand komt momenteel, is dat Emmeline de Tilleux. Die bij de junioren regelmatig top 10 was. Die eigenlijk bij de top 10 in de wereld hoorde, bij de junioren. Wordt ze tweedejaars belofte. En ik verwacht van haar dat ze naar die top 15 bij de belofte dames kan gaan in de wereld. Wat dat eigenlijk zeer goed is. Natuurlijk de weg naar het niveau waarop de Gita momenteel zit, naar de top bij de vrouwen, is nog heel lang. Maar Emmeline maakt altijd elk jaar een mooie vooruitgang. En een voordeel voor haar is dat ze ook zeer technisch is. Dus ze is technisch zeer sterk, wat aan de man een zeer groot voordeel is. Mm-hmm. Fysisch heeft ze nog zeer veel werk. Maar als je de techniek hebt, en ze heeft wel het fysisch talent dat ze kan goed worden. Ik geloof wel dat zij redelijk ver kan geraken. We gaan een beetje over de situatie van het mountainbike in het algemeen praten. Mijn eerste vraag was, is Wallonië beter dan Vlaanderen in het mountainbike? Ja gezegd, kan je een beetje nuanceren? Een beetje nuanceren? Nuanceren, ja. Ik ben blij dat ik die kans krijg, want het is een al zwart punt natuurlijk, hè? Ja, nee. Als ik kijk naar de nationale selecties van de laatste jaar, dan waren we meer dan 50% renners uit Wallonië en minder dan 50% renners uit Vlaanderen. Dus als je dan de vraag stelt, is Wallonië beter dan Vlaanderen? Ja. Dat gebied. Nu de beste Belgische man met momenteel is Jens Schuurmans, dat is een Vlaming. Dus het is moeilijk te zeggen. Voor mij zijn we één land. Voor mij maakt het niet uit of dat een Waal is of dat een Vlaming is.
Voor mij zijn we één land. En het is trouwens niet de bedoeling van de beste Belg te zijn. Het is de bedoeling van de beste in de wereld te zijn. Ja. Dus dat je dan de beste Vlaming bent, of de beste Waal bent, of de beste Belg bent, dat maakt voor mij niet uit. We moeten presteren op internationaal gebied. Voor mij speelt het eigenlijk geen rol. Maar statistisch gezien, het was het eerste jaar, in 2018, dat er meer Waalse renners in de nationale selectie zaten als Vlaamstalige renners. Betekent dat Wallonië meer investeert in het mountainbike dan Vlaanderen? De team Merida Wallonie is zeer goed bezig, vind ik. Ze hebben een zeer goede opleiding en een zeer goede basis. Maar betekent dat er voor Wallonië of Vlaanderen anders bezig is? Nee, ik denk dat eerder toeval is en dat kan volgend jaar weer anders zijn. Het was ook de eerste keer dat er meer Waalse renners waren. Nee, dat is gewoon, het zal één jaar zo zijn, het andere jaar anders zijn. Dat zal geen constante zijn, denk ik. Over Wallonië gesproken, is Renaud Falaise een apart parcours voor jou. Renaud Falaise en jou, dat is altijd samen. Ja. Hoop je toch op een terugkeer van een internationale wedstrijd in Renaud Falaise? Het zou mooi zijn mocht daar ooit terug een wereldbeker komen. Maar dat is, ik denk niet dat het er momenteel in zit. De eerste komende jaren toch niet. Maar het zou natuurlijk mooi zijn voor de mountainbike in België. Vroeger was Renaud Falaise super populair. Zeker als we dan een aantal renners zouden hebben die eventueel internationaal echt kunnen doorbreken, dan zou de populariteit van het mountainbiken in België wel een boost geven daardoor. Het zou mooi zijn, maar momenteel is het niet aan de orde. Er is altijd in deze podcast een meer gedurfde vraag en de vraag is de volgende. Als wij de situatie met andere disciplines vergelijken, voor de wereldbekermanches op de piste rijden ze niet alles, maken ze keuzes en zo. Maar in het mountainbike rijden ze alles, als ik me niet vergis. Ja, sommige. Sommige? Ja. Dus mijn vraag is... Nee, doe maar. Vraag. Is het noodzakelijk om alles te rijden? Nee. Goed. Dat antwoord had ik al voor een aankomen. Nee, het is niet noodzakelijk. Niet elke renner kiest ervoor om ook naar bijvoorbeeld Amerika te gaan, halverwege het seizoen. Ik denk dat hangt een beetje af voor mij waar dat je staat in de stand. Uiteraard sponsorbelangen spelen ook mee. Als een sponsor wil dat je alles rijdt, dan moet je alles rijden. Maar het is niet nodig. Soms moet je durven, als je bijvoorbeeld een aantal goede individuele resultaten in de wereldbeker rijdt, maar in de tussenstand sta je niet goed, dan moet je durven om een koers te laten vallen om bijvoorbeeld een wereldkampioenschap specifiek te gaan voorbereiden. Je moet echt je accenten leggen in het seizoen, je moet dat op voorhand bepalen en dan echt gaan voor die accenten. Je mag niet proberen om heel seizoen goed te zijn. Tenzij dat je meedoet voor een topranking in de eindstand van de wereldbeker, dat is iets anders. Maar anders moet je echt accenten leggen. Naar mijn ervaring zijn twee piekperiodes op een jaar ongeveer het maximaal dat je kan doen. Als je probeert van een heel jaar op niveau te zijn, dan ga je in een heel jaar niet echt piekuitslagen krijgen. Dus je moet durven van die accenten te leggen en soms moet je dan ook durven van een wereldbeker over te slaan. Maar mountainbikers hebben wel de tendens van alles te willen rijden. Er zijn er ook veel sponsorbelangen mee gemoeid uiteraard. Maar als ze kunnen, moeten ze soms durven overslaan om een andere koers voor te bereiden. Ik heb nog andere vragen. Sinds één jaar denk ik werd de Benelux Cup vervangen door een Three Nations Cup. Ja. Wat denk je daarvan? Ja, dat is goed, hè. Als ze kunnen kleinere wedstrijden organiseren, UCI-wedstrijden organiseren, waar er meerdere landen dichter bij elkaar komen, dan is het altijd de goede combinatie. We zien dat op de weg ook, dat de Belgische federatie daarmee bezig is. Dat zijn competities die we nodig hebben om ook onze vijver groter te maken. Als ze anders naar internationale koersen moeten gaan, moeten ze veel verder reizen. Nu kunnen ze dat dichter bij huis doen. Nu kunnen ze toch internationale ervaring opdoen. Dus dat is een zeer goede organisatie. Er is wel één ding die ik totaal niet begrijp. We hebben 6 Belgen denk ik in de top 200 in de cross country. En 2 Belgen in de top 10 van de marathon series. Hoe verklaar je dat? Marathon en cross country is eigenlijk totaal andere discipline. Dat is apart, ja, natuurlijk. Dat is een totaal andere discipline. En dat zijn ook totaal andere atleten natuurlijk. Dus dat is gelijk. Eigenlijk is dat gewoon een andere sport. Mensen die zich echt specialiseren op lange afstand. En cross-country-rijders gaan zich enkel op korte koers concentreren. Maar ik denk wel, mochten er meer top cross-country-rijders gaan, dat ze zouden mee kunnen bij een marathonwedstrijd. Dus een top cross-country-rijder kan mee in een marathonwedstrijd. Omgekeerd
niet. Omdat de explosiviteit er niet is, omdat het veel te veel basis is of lang duur is. Ja, ja, ja. Maar het zijn gewoon twee verschillende disciplines. Mm-hmm. En wat denk je van de enduro? We hebben een Belg die heel goed scoort, Martin Maas. Ja. 15 nu van de wereld. Ja. Martin is een uitzonderlijk talent. Hè. Ja. Ik heb nog met zijn vader gekoerst. Patrick Maas, ja. We zijn ongeveer dezelfde leeftijd, maar Martin is een supertalent. We hebben hem een paar keer bezig gezien. Hij is altijd met zijn team, hij rijdt voor GT. Ja. Dat is een supertalent. Die was tweede op het wereldkampioenschap. Ja, ja, ja. Maar dat hij eigenlijk heel de downhill wereld op zijn kop heeft gezet bijna. Want ja. Iedereen kende, wist al wie dan Martin Maas een beetje was. Maar nu hebben ze gezien dat Martin Maas echt wel een van de allerbeste in de wereld is. Ja. Ik denk dat ze daar veel grote ogen hebben getrokken als ze dat gezien hebben. Ja. En het scheelde niet veel, hij was wereldkampioen. Dus dat is fantastisch, hè? Fenomenaal. Hè? Ja, maar dat het niet UCI-wedstrijd is, hè? Die enduro. Enduro, ja, maar hij was op de downhill. De downhill, ook, ja. Maar enduro is dat is ook een beetje een andere wereld, hè. Want ik denk dat dat voor de merken zeer belangrijk is. Mm-hmm. Voor de merken is dat een zeer grote markt voor hun fietsenverkoop is enduro. Hè. Mm-hmm. Dus voor de merken is dat zeer belangrijk, maar dat is geen UCI. Nee, nee, dat is jammer. Dat is jammer, ja. Dat is jammer. Maar hij is goed in het gewoon puur downhill ook. Hè. Als je zilver rijdt, hij is bij de beste van de wereld. Hè. Mm-hmm. Laatste vraag, dat is totaal over iets anders. Waarom droom je om de burgemeester van Markendaal te worden? Oh, dat is een moeilijke vraag. Dat is een moeilijke vraag. Ik droom eerder om een medaille op de Olympische Spelen te hebben met mijn renners dan om burgemeester te worden. Dat is voor mij mijn prioriteit. Ah, ja, maar ja, politiek is een hobby, is een passie. Ah, ja? En je doet dat voor je partij en voor de gemeente. Ik denk dat je iets kunt betekenen als burgemeester. Ik denk dat het nu ook goed is als schepen. Dan doe je dat. Maar mijn prioriteit is medailles in de mand maken. Maar in je vrije tijd besteed je dan veel tijd aan politiek? Of? Ja, omdat ik schepen ben. En dat is sowieso redelijk veel werk. Dus ja. Dus er is eigenlijk niet veel vrije tijd meer over. Als ik vrije tijd heb, dan ga ik liever met de fiets rijden. Ah, voilà. Goed. Ja. Goed, tijd om af te ronden. Bedankt Philippe Merage, dat was een leuk moment. En veel succes natuurlijk met de Belgische ploeg in het mountainbike. Ja, dankjewel. Dag.